was 8 toen ik voor het eerst überhaupt voor een helemaal nieuw publiek speelde. En toen speelde ik een paar delen uit het kinderalbum van Tchaikovsky in een kerk in Duitsland. En dat heeft heel veel indruk gemaakt. Die moeten door je heen razen. En het enige waardoor je ze kan verminderen is je voorbereiding. Dus hoe beter ik voorbereid ben of hoe meer ik in een flow zit. Ik moet zorgen dat ik bijvoorbeeld veel concerten op een rijtje heb. Want dan heb ik gewoon minder met zenuwen te maken. Dan zit ik op een gegeven moment in een soort flow. En dan heb ik dat alleen voor de eerste 2 concerten. Dat ik flink zenuwachtig ben. En daarna heb ik een soort vertrouwen van, oh, nu weet ik hoe zo'n dag gaat. En dan kan ik er makkelijker doorheen. Die ik aan alle amateurpianisten zou willen meegeven is: speel met plezier. En dat lijkt een cliché, maar het is echt dat je stukken speelt waar je echt plezier aan beleeft en waar je ook nieuwsgierig naar bent. Als je nieuwsgierig bent naar een stuk, dan leer je al snel een paar dingen die je ervoor nooit zou leren. Verschillende muziekstijlen spelen kan ontzettend leerzaam zijn en je horizon verbreden. Ik weet nog toen ik 8 was en The Joy of Jazz van mijn lerares opkreeg. Boogie woogies, allemaal dat soort ritmische dingen. Het heeft me weer heel veel plezier gebracht om dat op dat moment te spelen. Is me altijd bijgebleven dat andere stijlen ontzettend goed kunnen laten zien wat je leuk vindt en je leert ervan. En als je het niet leuk vindt, dan moet je het ook weer gewoon laten. Dan moet je gewoon weer teruggaan naar wat je wel leuk vindt.